goedenavond iedereen welkom bij een nieuwe 5 minute crypto catch-up ik ben tim broekmans founder van trade premium en vanavond zal ik jullie opnieuw analyses voorzien over de crypto markt maar ook meer bepaald over de gaande bitcoin spot etf wat is daar nu juist aan de hand de bitcoin grayscale in- en outflows wat creëert de selling pressure momenteel en waarom dalen we in de markt nu Waar gaan we nog naar kijken? We gaan ook kijken naar de onchain data-activiteit. Welke coin is op dit moment interessant? Waar zien we activiteit en gaat deze coin uh, runnen? Dat is de vraag en daar gaan we vandaag over praten. Daarnaast gaan we ook het even kort hebben over het marktsentiment. Hoe worden investeerders en traders momenteel door de Bitcoin Spot ETF beïnvloed of bespeeld? Dat is wat we vandaag gaan zien en daar neem ik jullie graag in mee. Tot dan. Voilà, dit is het eerste. Uh, waar kijken we heen? Uh, dit is eigenlijk um, de, de Bitcoin chart uh, op de daily. Uh, dus dit is een daily timeframe. Dus één candle is 24 uur. Uh, momenteel, um, hoe ik naar de markt kijk, je hebt eigenlijk voor de Bitcoin spot ETF had jij hier zo. Ik ga even tekenen. Hadden we hier zo een stijging? Dus deze stijging was puur speculatief door de aangaande Bitcoin Spot ETF, omdat er heel veel analisten zeiden dat we een zogenaamde God Candle gingen krijgen. Een candle die alles overtrof. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Dan hadden we ook nog een andere groep die zeiden dat het hetzelfde nieuws-event was. Nu, wat is er nu gebeurd? Ze bespelen eigenlijk beide. Wat zien wij? Dus we hebben de only up guys en we hebben eigenlijk dezelfde news guys. We zien hier dit gebeuren. Dus tijdens het event hebben we eigenlijk een mooie stijging naar boven gezien. Nu, wat heeft dit gecreëerd? Dit heeft eigenlijk de mensen die hetzelfde nieuws event hadden voorspeld er toch in meegetrokken om hier te gaan aankopen met het idee dat we verder zouden doorstijgen naar de 50.000. Wat is er gebeurd met de Only Up Guys? Ja, die hadden een gelijk, dus die voelden hun positief, ja, positief sentiment, waardoor ze zijn blijven zitten. We zijn een paar dagen in consolidatie gegaan. Eh, en ja, daarna hebben we een sterke daling gehad waardoor ze eigenlijk te laat waren om eruit te gaan. Dus we hebben een heel sterke daling naar beneden gehad en hier hebben ze gezegd: ja, het zal wel terug naar beneden gaan, eh, naar boven gaan. Eh, we gaan eigenlijk een retest hebben van deze trendlijn eh, om dan verder terug te stijgen. Het is gewoon een retest. Uiteindelijk zijn ze blijven zitten en denken ze nu van: mm, ik ga toch verkopen? En uiteindelijk zijn ze er op deze manier eigenlijk uitgewikt. Dat is eigenlijk uh, verschillende golven. Hè. Je hebt eigenlijk golf 1, dat is eigenlijk een kleine marktpump geweest. Hè, dus dat is de eerste marktreactie geweest, waar eigenlijk um, ja, waar, waar er een slimme zet is gedaan om uh, verkopend nieuws of zelden nieuwstraders te lokken, hè, om toch in de markt te gaan. Uh, dus net genoeg die pump gaat om de only-up mensen te laten nadenken, dat ze gelijk hadden, omdat de. de Eigenlijk dat sentiment te creëren rond die discussievorming. Eh, om eigenlijk zo um, geen significante winstnemingen te doen en toch die andere groep mee te trekken. Dan hebben we vervolgens die sterke markt dump gehad. Um, dat heeft eigenlijk dan voor de verwarring gezorgd. Um, en zo is eigenlijk het nieuwe scenario begonnen. Eh, waardoor ze eigenlijk te laat zijn en dat is wat er nu eigenlijk gebeurd is dus dit is een puur um, verhaal van uh, psychologisch verhaal eigenlijk uh, binnen beleggers en traders, nu wat zien wij we zitten hier op de weekly met een vraagzone, die vraagzone is bijna doorbroken als we hier een candle close onder krijgen dan gaan we een serieuze daling kunnen zien richting de 34k um, waarom denk ik niet dat we naar de 30k gaan gaan, omdat eigenlijk dezelfde nieuws uh, traders het verwachten en hetgeen wat ze verwachten is juist hetgeen wat er niet gaat gebeuren dus gaat er daar er gaan heel veel mensen wachten op die 30k dus ik denk persoonlijk op de monthly zit een vraagzone rond de 34k. Dat daar een heel belangrijke koopdruk zal ontstaan. En dat daar ook heel veel liquiditeit zit. Wat eigenlijk die koopdruk uh, gaat creëren. Waardoor de prijs wel gaat stijgen richting die 50k. Dat zou perfect kunnen. Nu, Bitcoin spot ETF moet nog ingeprijsd worden. Daar moet je geduld mee hebben. Uh, Vooral eer die tradingdagen dagen eigenlijk op gang komen. Nu momenteel uh, zien we dat de grayscale heel veel koopt heel veel selling pressure uitoefent en we zien dat ook aan de on data die we nu even met jullie gaan bekijken. Um, ik ga hier even mijn scherm delen, um, eens kijken welke ik ga delen. Het uh, eerste waar wij naar kijken ja, is dit gedeelte. Ik ga even voilà. We zien hier dat uh, wanneer we in de groene zone zitten, zitten we met buy pressure. Wanneer we in de rode zone zitten, op Coinbase Premium, hey, dit is de Coinbase Premium, zo kunnen we zien wanneer er selling pressure en buy pressure is. Nu met deze spot ETF is dat super interessant om daarmee te gaan werken. We zien dat er hier heel veel selling pressure ontstaat. Deze selling pressure wordt gecreëerd doordat Grayscale eigenlijk veel verkoopt. Heel veel naar Coinbase stuurt om eigenlijk outflow te creëren. Nu, wat is heel belangrijk en waarom is dat eigenlijk een slimme zet van Grayscale? Ze hadden 600k Bitcoins in beheer in een trust dat ze eerst niet konden verkopen. Die waren gelockt. Ze hebben eigenlijk een Bitcoin spot ETF aangevraagd zodat deze vrijkwamen om ze te kunnen verkopen. Dat is eigenlijk het verhaal in het kort en dat heeft eigenlijk Um, werd eerst afgewezen door de SEC. Dan zijn ze in een rechtszaak gegaan. En da dat is eigenlijk de aanleiding geweest dat die Bitcoin Spot ETF is goedgekeurd. Met als uh, korte conclusie dat ze nu wel in staat zijn om die Bitcoins vrij te geven, waardoor investeerders kunnen gaan verkopen. Dat is hier het verhaal. Twee, drie jaar geleden zijn deze Bitcoins aangekocht, dus dan een heel. Uh, ja, pak lager waarschijnlijk. Ja, dus ze zitten sowieso met winst. Dat creëert op dit moment de selling pressure. Nu, als we gaan kijken, hebben ze het eigenlijk heel slim aangepakt. Uh, uh, ik ga mijn scherm even opnieuw delen. Sorry, excuses. Uh, even kijken. Hè. Deze wil ik even delen. Voilà. En dan moet ik zien. Ik ga even een meter terug bijzetten. Voilà. Um, dus we zien hier eigenlijk de um, expense ratio. De expense ratio wil eigenlijk zeggen hoeveel ze vragen, hoeveel fees ze vragen om eigenlijk die managementkosten te doen. Uh, dat is een hele interessante, want we zien eigenlijk dat um, alle grote instituten, uh, zoals Velcoey. Fidelity, BlackRock vragen rond de 0,2-0,25% aan fee, wat extreem laag is. Want als we hier naar gaan kijken, ziet je dat de gemiddelde fee rond de 0,20% zit. Als we gaan kijken naar andere ETF's zoals commodities en stocks, zit die fee op 0,46% gemiddeld. Terwijl deze ETF op 0,20% zit. Dat is eigenlijk puur door klanten te gaan lokken om eigenlijk in hun ETF te stappen. Ja, dus dat is geen wat er nu gebeurt. Um, een fijn weetje daar rond is eigenlijk dat BlackRock um, heeft ongeveer een 25.000 bitcoins vergaard in vier trading days. Ja, dus dat is eigenlijk Um, een, een 6266 bitcoins per dag hè, maar de grayscale outflow is veel hoger hè. de grayscale outflow zit op 1.6 miljard over de laatste vier dagen dus ze hebben de grayscale heeft in de laatste vier trading dagen 1.6 miljard aan bitcoins verkocht dus dat is eigenlijk 37.000 bitcoins die eigenlijk de markt hebben verlaten hè, en dat is ongeveer een 9302 bitcoins per dag dus dat wil zeggen, aan die fees, aan deze fees die Grayscale vraagt, 1.50%, fee vraagt die, maken die serieuze winsten. Dus dat is die inkomstenbron momenteel. En hoe meer en hoe langer uh, dit blijft duren, uh, ze hebben ongeveer 30 biljoen aan assets omgezet in USD, uh, 30 biljoen aan bitcoins, ze hebben 600.000 bitcoins. Dus dat is enorm veel. En de... Uh, de, ja, hoe zeg, hoe zou ik het zeggen? de gecombineerde um, asset under management van alle bedrijven, waaronder ook BlackRock, sorry, zit op 27 biljoen. Dus de selling pressure gaat groter zijn dan de buy pressure. Want die asset under management is 27 biljoen, maar die gaan niet alles gaan verkopen. Of, of kopen, sorry. Die gaan niet alles gaan kopen. Um, dat, dat is heel hun, hun package dat ze hebben. Dus um, Grayscale heeft veel meer selling pressure dan buy pressure. De vraag is nu: wanneer gaat Grayscale stoppen met verkopen? En wanneer we gaan kijken naar de on-chain data, dan zien we hier ook dat Grayscale in de laatste momenten, in de laatste zeven uur, heel veel heeft verkocht. En we zien dat hier ook heel duidelijk. Als ik ga kijken, um, ik moet even iets kleiner zetten, denk ik toch? Voilà. En dan zien we hier dat wij um, vrij veel uh, outflow hebben gehad. En dit is nu in de laatste twee maanden. Ja, dat klopt niet. Uh, even vernieuwen. Voilà. Hier zien we dat er eigenlijk in de laatste 7 uur een outflow is geweest richting Coinbase van 1k bitcoin 975 bitcoin. Dus we zien constante outflow van Grayscale. Dus dat bewijst dat er heel veel selling pressure is momenteel. Um, dus dat is een hele belangrijke om rekening mee te gaan houden. Um, Wat kan ik daar nog over zeggen? Niet te veel. Dat is eigenlijk het belangrijkste. We hebben hier ook een ETF-overview waar we alles in de gaten kunnen houden. Dus wij kunnen binnen onze Trade Premium Community, dankzij de platformen die we met onze Premium-leden kunnen aankopen, kunnen we hier alles mooi opvolgen wat de, um, ja, de waarden zijn en de bezittingen van elke ETF of selling pressure is, buy pressure en van waar het komt. Dus dat is wel heel interessant. Um, nu... Welke coin is momenteel actief als we kijken naar de on-chain data? Dat is eigenlijk het volgende. Wanneer we daar naar gaan kijken, kijken we vooral naar de um, daily active addresses en ook de daily transactions. We zien momenteel een 22 miljoen aan transacties van het Solana-netwerk. Meer als Cynetwerk, meer als SUI. SUI staat hier op de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e plaats. En welke staat hier nog mooi? Polygon en nir Protocol. Polygon wordt momenteel zeer sterk onderdrukt. En zit in een heel mooi level om eigenlijk in te schalen. Solana is ook hard geretraced. Maar heeft heel veel activiteit. Wat wijst op een sterke groei. Nu, als we gaan kijken naar Wormhole. He, dat ga ik ook even laten zien. En dan zien we dat er van Ethereum eigenlijk heel veel wordt overgehemeld naar Sui. Dat er heel veel transacties gebeuren of volume naar Sui gaat. En op de tweede plaats staat daar Solana. Dan hebben we vervolgens Arbitrum, Optimism he, en zo verder. Wanneer we naar de transacties gaan kijken, en dan zitten we hier met uh, Solana die het hoogste aantal transacties hebben. Uh, he, dus die staat op de top 1. En vervolgens gaat hij naar de Binance Smart Chain. Polygon wordt heel veel gebruikt en dan pas SUI. Dus Polygon en Solana zien er heel, heel interessant uit. Hou deze twee in de gaten, want ik denk dat er ook op deze netwerken, de kleinere projecten, interessante uh, moves kunnen gaan doen. Nu, wanneer we gaan kijken naar uh, onze chart van Solana. En ik ga eerst even over Bitcoin babbelen, uh, zodat jullie weten hoe en wat volledig scherm, voilà. Uh, nu, hier Bitcoin, uh, dat is de Daily, heb ik juist ook al laten zien. Uh, we zien hier op de Daily dat wij eigenlijk structuren aan het breken zijn. Uh, we hebben deze uh, Low aangetikt. Meestal, als wij een Low aantikken, uh, wil dat zeggen dat dat een Liquidity gap is. Uh, dus dat we het terug naar boven kunnen gaan. Maar ik denk persoonlijk dat deze Weekly de mountzone doorbroken kan worden en dat we dan richting die 34k kunnen gaan of zelfs 37k of lager dus 37k is het eerste level ik ga hem even op een weekly zetten het gaat veel interessanter zijn Zie, we zijn hier bijna het support level aan het doorbreken welk level mogen we zeker niet doorbreken het is 39.977 anders gaan we in mijn ogen als we op een montly kijken naar dit level gaan. Dus vanaf 37 k beginnen wij te accumuleren tot 35 k en daar wordt het interessant om eigenlijk bitcoin te beginnen oppikken. Het volgende level zit dan rond 31.000. Dus dat zijn eigenlijk de levels waar wij momenteel naar kijken. Dus als ik hierop ga inzoomen, sorry, dan zien we hier deze gele zone en dan deze zone lager. Wanneer we naar Solana kijken, ziet Solana er wel een stuk interessanter uit. We hebben Solana, Tetris, voilà. Als we op het Daily kijken, zien we het volgende. We hebben hier onze Dynamic Range Analyzer van traderslab. Maar we zien dat we hier nog binnen onze driehoek zitten. Wanneer wij onze Supply and Demand Screen erop zetten, dus dat is ook allemaal automatisch dat dit gebeurt. Allemaal beschikbaar. Ik even kijken waar staat: Liquidity Hunter. Ja, staat er niet tussen blijkbaar. Heel raar. Uh, dan gaan we die er even bij pakken. Hè. Voilà. Dus als we de supply and demand screen erop zetten bij Solana, dan gaan we zien dat we hier met een vraagzone zitten. We zitten hier ook met een low, higher low, higher low. Dus momenteel is hier nog geen structuur doorbroken. Eh, wat eigenlijk zeer positief is. Uh, laat mom niet in, denk ik. Ik weet niet hoe het komt. Ah wel, voilà, hij is ingeladen. Voilà, um, dus dat is eigenlijk wat ik jullie wil laten zien. Eh, dus we zitten momenteel hier ook op die supply zone die sterk is en een stuk hoger met een opbouwende structuur. Moesten we uit deze trendlijn hier kunnen breken, dan gaan we direct naar deze bovenzijde. Eh, dus daar wordt het interessant voor Solana. Um, Matic is ook super interessant. En dus als we naar de Matic gaan kijken, zien we het volgende. Uh, Matic USDT, voilà. Op weekly. Zie je, we zitten hier in een consolidatiezone. Deze consolidatiezone, daar zitten we al een tijdje in. Als ik hier een zone teken, ik heb het al een paar keer laten zien. En dan zitten we eigenlijk iets als dit, voilà. Dat is eigenlijk de zone waar we binnen handelen. Als wij uit deze trendlijn breken, dan kunnen we makkelijk naar die 1.6 gaan. Dat is hetgeen wat ik verwacht. Eerst deze zone gaan aantikken. Een retest van deze zone om dan door te pushen naar boven. Dat is eigenlijk hetgeen wat ik ergens verwacht. Dat is ook hetgeen wat de rest van het team verwacht. Als jullie vragen hebben. Laat het ons gerust weten. Join onze community. Daar wordt heel veel in gecommuniceerd. Daar wordt ook heel veel vrijblijvende posts in gedaan. Als je meer diepgaandere informatie wilt over. Tradingstrategieën, investeringsstrategieën, maar ook analyses van interessante projecten. Hij wordt dan zeer, zeker trade premium lid. Eh, 180 euro voor een jaar is zeker zijn geld waard. En gaat je er ook op korte termijn terug uitgehaald hebben. Dus wij zijn er om jullie te helpen en jullie slimmer te maken. En vooral onafhankelijk ten opzichte um, van eigenlijk andere communities die vooral willen dat je afhankelijk wordt van hen. Um, dat is niet onze bedoeling. Nu, ik wil jullie nog een prettige avond wensen. En dan zie ik jullie voor de volgende keer terug. Dus uh, deze zondag zal er een nieuwe community call plaatsvinden. Waar ik een langere call voor zie uh, met meer diepgaandere analyses. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Bye bye.